Zaterdag stroomt dan de koude lucht het land binnen. Dat betekent lagere maxima. Sprake van een weeralarm. Code rood gaat vanaf de wind op steeds meer plaatsen temperatuur in de loop van de dag onder nul. Er zit winterweer aan te komen. De komende dagen gaat de temperatuur steeds verder omlaag en er gaat ook sneeuw vallen. Hier in Oosthout, vlakbij Nijmegen, staat nog altijd een volle windkracht 6. Er is bijna 20 centimeter sneeuw gevallen. Het stuift als een malle. Er zijn flinke sneeuwduinen gevallen. Op sommige plaatsen al meer dan een meter. Want het is toch wel behoorlijk historisch wat we vandaag meemaken. Een ouderwetse kouinval in Nederland. Dames en heren, en leuk dat u kijkt naar het schaatsjournaal van dinsdag 9 februari. Daarin zien we duidelijk dat vanaf zondag de ijsaangroei heel snel gaat, want er wordt flinke kou verwacht. En dat betekent dat we in de loop van de week centimetertje of 8 à 12 aan ijs kunnen verwachten. Terug dan naar de schaatsthermometer die alweer flink is opgelopen. We zitten op het niveau plassen en meren.